Het weekend begint winters met vrijdagavond regionaal sneeuw. Maar blijft het dit weekend zo winters? Zaterdag dan begint de dag koud met op grote schaal vorst. En daardoor is er ook kans op gladheid. Er is ook nog kans op een enkele sneeuwbui en dan vooral in het noordoosten van het land. Maar het grootste deel van de dag verloopt droog en we hebben ook zonnige perioden. De temperatuur die loopt in de middag geleidelijk op naar 5 graden in het noordoosten tot 7 in het zuidwesten. En dan zal de sneeuw heel snel wegsmelten. En dan de zondag. Ook zondagochtend dan is het koud met op veel plaatsen waarschijnlijk een graadje vorst. Wel zien we de bewolking toenemen en er kan af en toe wat regen of natte sneeuw gaan vallen. In de middag dan stroomt er beduidend zachtere lucht het land in, dus van die sneeuwkansen zijn we dan wel af. Ook na het weekend hoeven we geen sneeuw meer te verwachten. De temperatuur die gaat verder omhoog, naar zo'n 15 graden in het zuiden op maandag. Maar als je denkt een terrasje te kunnen pakken, dat zit er niet in. Want we krijgen te maken met zware windstoten en buien die over het land trekken. Ik wens jou een heel mooi weekend.